Als Marianne Vos winnend over de streep komt in het Zweedse Vårgårda, heeft ze de winst in het wereldbekerklassement veiliggesteld. En dat allemaal op 18 augustus. Een bijzondere datum. Ja, nou ja, het is inderdaad 18 augustus. Ik had er zelf nog niet even bij stilgestaan, maar dit is wel een bijzondere datum. Dus precies 5 jaar na mijn eerste Olympische gouden plak. En dan vandaag de wereldbeker winnen. Dus die 18 augustus, ik denk dat ik die toch maar goed in mijn hoofd op moet slaan. Bij de start komt de regen met bakken uit de hemel. En direct na de start gaat Pauline Ferrand-Prévot op avontuur. Waardoor het peloton al direct in stukken wordt gereden. Een aantal rondes later probeert Vos het en krijgt een klein clubje mee. Met daarin onder andere Roxane Kneteman. In het achtervolgend clubje zit Nederlands kampioen Lucinda Brandt. Kneteman blijkt over goede benen te beschikken en probeert een zoetemelkje. Nou, ik voel me echt onwijs slecht. En daarom deed ik hem eigenlijk ook, omdat ik dacht, nou dan ben ik in ieder geval, heb ik al een voorsprongetje voor het klimmetje. En dan ben ik in ieder geval overheen, dan kan ik mijn eigen tempo rijden. Want als ze echt zouden zijn gegaan, dan weet ik niet of ik erbij was gezeten. Ik had gewoon net even een slecht momentje en... Ja, ik denk, ik krijg gewoon sneaky weg. En ja, ze lieten me ook gaan. Ik weet ook niet. Maar misschien was het ook wel gewoon een heel goed moment. Maar ik had niet, zoals Marjan wel eens doet, een demarage waar je bang van wordt. Dat was absoluut niet zo. Maar goed, het pakte goed uit. En dan is het altijd goed, hè? Nou, ik denk dat we in de finale nu wel konden zien wie er goed in orde zijn. En wie dan ook echt voor het WK... de favorieten zijn. Nou, dan hadden we een kopgroep van 10. En daar zie je dan toch de namen die we van tevoren ook aanstippen, dat die er ook zitten. Dat zijn Ellen van Dijk, Evelyn Stevens, Emma Johansson. En dan hadden we natuurlijk een heel mooi groepje andere Nederlanders die er ook nog bij zaten. Bronzini zat er ook nog bij natuurlijk. Maar ook Anna van der Breggen, Amy Pieters, Roxane, heeft echt een hele knappe wedstrijd gereden, veel in de aanval gereden, maar dan ook nog zo diep in de finale nog mee kunnen doen. Dat is super en voor mij natuurlijk ook wel prettig als je de hele koers gewoon rustig kan blijven en geen gekke dingen hoeft te doen omdat je weet dat de ploeg de koers in controle heeft. Heb jij nog een tip voor de bondscoach, Johan Lammerts? Jij hebt vandaag gezien dat er een aantal Nederlanders behoorlijk goed reden en er zijn nog 2 plekken te vergeven. Ja, nou goed, inderdaad. Hier in dit rondje komen de Nederlanders altijd sterk naar voren. En dat is heel leuk. Dat merk je ook dat het naarmate het seizoen vordert, dat er een aantal meiden gewoon echt super rijden. Nou, ik denk dat Amy Pieters en Roxane Kneteman wel de visitekaartje hebben afgegeven in deze wedstrijd. Een mooie overwinning van Marjan. En ik denk dat dit nog voor de komende maanden iets moois voor mij ook misschien wel kan opleveren. Wat ga je nu trouwens in Ploué doen? Koers, hè? Ja, natuurlijk, het klassement is al binnen. En dat is juist heel fijn, want dan gaan we zonder druk die koers in. En we gaan gewoon weer met de ploeg voor de overwinning. Maar het is heel fijn om deze zekerheid al te hebben. En dan kunnen we heel open en vrij koersen.